bij de hoofdstuk 3, Bewegen Biocast. En we gaan het hebben over 3.1 en dat is de eerste biocast van het hoofdstuk 3. En daarom wil ik met je naar de leerdoelen kijken. Want het is natuurlijk heel belangrijk als je weet wat je moet kennen en kunnen aan het eind van dit hoofdstuk. Je moet de poten van teel, teen, top en zoolgangers kunnen vergelijken met de ledematen van de mens. Je moet kunnen uitleggen hoe het skelet van dieren is aangepast aan hun leefwijze. Je moet alle botten van het menselijk lichtskelet kunnen benoemen. Nou ja, niet allemaal, maar de meest belangrijke wel. Je moet de bouw van botten kunnen beschrijven, dus weten hoe ze in elkaar zitten. Je kent het belang van een goede houding bij tillen, staan en zitten. Ergonomie dus. En je moet de verschillende verbindingen kennen waarmee botten aan elkaar zitten. Dan ken je de verschillende soorten gewrichten die in het skelet zitten. Je kunt uitleggen hoe spieren zijn opgebouwd en hoe ze werken. En tenslotte weet je wat er gebeurt bij overbelasting van botten, gewrichten en spieren. En weet je ook hoe je die kunt voorkomen. Dat zijn de leerdoelen, dat moet je kennen en kunnen aan het einde van hoofdstuk 3. Dat heet bewegen en bestaat uit 3.1, waar we het straks over gaan hebben, het skelet en de houding. Het bestaat uit 3.2, dat heet in beweging. 3.3, dat zijn de blessures. En 3.4, ga je kijken naar dieren en hoe die bewegen. Je skelet heeft een aantal functies. Ten eerste is er stevigheid. Dan bepaalt het ook voor een groot gedeelte de vorm. Dus stevigheid en vorm zijn twee functies van het skelet. Maar het beschermt je ook. Belangrijke organen zitten goed beschermd door je skelet. En tenslotte beweging, want spieren zitten vast aan je skelet en zonder skelet zou je niet kunnen bewegen. Dus stevigheid, vorm, bescherming en beweging. De botten die je hier ziet, ik ga ze niet benoemen. Je kunt ze opzoeken in je boek. Er zijn op internet ook genoeg mogelijkheden om te oefenen. Die botten moet je allemaal herkennen en kunnen benoemen. En er is een grote overeenkomst tussen de botten in je arm, zoals het opperarmbeen en het dijbeen. En in je been. Dus de botten in je arm en op je been lijken erg op elkaar. Dat is ook zo met het ellepijp en met het scheenbeen. Dat is ook zo met het spaakbeen en met het kuitbeen. De handwortelbeentjes en de voetwortelbeentjes. De middenhandsbeentjes en de middenvoetsbeentjes. En de kootjes van zowel de voeten als de handen. Hier zie je een bot en dat bestaat uit kraakbeen. Daarom voelt dat zo glad aan als je een bot bij de slager haalt. En daarin zit sponsachtig been. En dat is het rode beenmerg wat daarin zit. En daarin ontstaan de rode bloedcellen en de witte bloedcellen. Dit is het geelachtig beenmerg, geelbeenmerg. En als we een stukje in doorsnede van dat bot uitvergroten, dan zie je dat daar omheen zit het beenvlies. En daardoorheen gaan de bloedvaten, maar ook de zenuwen. Als we daar weer een stukje van nemen en dat uitvergroten, dan zie je hier weer het beenvlies zitten. En ook de bloedvaatjes, maar de donkere puntjes die je daar ziet, dat zijn de beencellen. Die zie je ook in de doorsnede aan de zijkant. Je ziet de bloedvaatjes ook door het been lopen. En hier hebben we een paar microscopische foto's. Links de kleinste vergroting en daar zie je de beencellen zitten, maar ook onderop, waar die groter vergroot is, zie je ook de beencellen zitten. Je ziet daar het bloedvat. En tussen die beencellen, daar zit de tussencelstof. En dit is bot of been. En die bestaat uit kalk en uit lijmstof. En bot heeft heel veel kalk en heel weinig lijmstof. Als we kijken naar kraakbeen, zoals dat aan de buitenkant van je bot zit, waar de gewrichten zitten, maar ook in je neus en in je oren, dan zie je daar de kraakbeencellen en je ziet daar de tussencelstof zitten. En ook dit bestaat uit kalk en uit lijmstof. Alleen bestaat kraakbeen uit heel weinig kalk en heel veel lijmstof.
Hier heb je je ruggengraat en die bestaat uit wervels. Hij bestaat uit de halswervels. Hij bestaat uit de borstwervels en uit 5 lendenwervels. Dan heb je nog je heiligbeen en tenslotte onderaan het staartbeen. En die wervelkolom heeft een beetje een bijzondere vorm. En dat betekent dat hij net als een veer kan indeuken en kan uitzetten. Daarom heeft hij die dubbele S-vorm. Hier zie je een wervel en die zie je van de bovenkant. Met daar het wervellichaam, met daar het wervelgat waar het ruggenmerg doorheen gaat. En hier zie je de aanhechtingsplek van de ribben. En hier zie je een ander plaatje en daar loopt het ruggenmerg doorheen met de zenuwen die eruit komen. En die komen ook tussen die wervels uit, dus die kunnen wel eens beklemd zitten als dat paarse, zo'n tussenwervelschijf, verschoven is. Hier zie je 2 wervels en de tussenwervelschijf ertussenin. En als je rechtop staat of een zware last draagt, dan wordt die tussenwervelschijf wat samengedrukt. Dat kun je zien. Daarom ben je 's ochtends ook altijd wat langer dan 's avonds voor je naar bed gaat. Die tussenwervelschijven zijn dan in de loop van de dag. De wervelkolom bestaat uit allemaal losse bordjes, de wervels. Een wervel bestaat voornamelijk uit een stevig stuk bot. Dat stuk bot is door een soepele schijf verbonden met de wervel eronder en die erboven. Die schijf is van kraakbeen, dat kan een beetje worden ingedrukt. Zo zorgt het voor de vering in je rug. In een wervel zit ook een gat. Door dat gat loopt het ruggenmerg. Tussen 2 wervels komen daar links en rechts zenuwen uit de voorschijn. Zijn dan in de loop van de dag wat ingedrukt. Met tillen en met staan is het natuurlijk heel belangrijk dat je een goede houding hebt. Let maar op die vorm van de ruggengraat. Het middelste plaatje is zoals je zou moeten tillen. En zowel links als rechts is een verkeerde manier van tillen, want dat belast die tussenwervelschijven op een verkeerde manier. En ergonomie is een hele wetenschap van hoe je het beste zou zitten in een stoel. Dus gebruik de hele zitting. Je ziet dat die voeten op een verhogingje staan. Hoe is je beeldscherm afgestermd? Heb je armleuning op je stoel? Allemaal dingen om rekening mee te houden, om geen last van je rug te krijgen. Dit was hem alweer, de 3.1 Biocast. Veel succes met studeren en